De dag dat Marianne Vos weer eens wereldkampioen wordt, begint ogenschijnlijk ontspannen. Kirsten Wild en Loes Gunnewijk ruilen wat repen, omdat Gunnewijk niet zo van bananensmaak houdt. En ik ook een bananenpunch. Ellen van Dijk laat haar rugnummers opspelden. En Marianne Vos maakt zich ook klaar voor de strijd. Ze is gespannen. Ja, natuurlijk. Altijd wel een beetje. Het is een WK, dus gaat de spanning er nu van tevoren wel komen. Ik denk dat jij die regenboogtrui niet af wilt staan, hè? Nou, niet graag, nee. Maar alle ogen zullen op haar zijn gericht. Daarom is ook de bondscoach gespannen. Ja, absoluut. Het is toch weer een belangrijke wedstrijd. Het is het moment suprême van het jaar. Dan ben je altijd een beetje gespannen. En iedereen vraagt zich natuurlijk af, wat is de tactiek vandaag? Ja, dat ga ik nog niet zeggen wat dat betreft. Hè. Dus het moet allemaal nog gebeuren. En ja, dat is iets wat ik afspreek met mijn rensters. Annemiek, ik heb net Johan even gesproken en gevraagd wat de tactiek is. Maar hij wilde niks over loslaten. Wil jij het vertellen? Nee, ja, als de boscoach niet wil zeggen, dan ik ook niet natuurlijk. Maar nou ja, er is wel een plan natuurlijk, hè? Ja, we hebben wel een plan. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, de spanning voel je wel komen. Dan heb je ook precies van, je hebt hier al een week echt, ja, of eigenlijk veel langer naartoe geleefd. Maar dan laat het maar komen ook. En dan is het tijd om te vertrekken naar de start. En gaat Marianne Vos weer op jacht naar de regenboogtrui. In een iets kleiner maatje. In de wedstrijd maken haar concurrenten het Vos niet makkelijk. Vooral Amerika en Italië zijn de landen die het zwaar maken. Maar uiteindelijk weet Vos toch weer aan het langste eind te trekken. Ze wint haar derde regenboogtrui op de weg. Toscana, Firenze, Italia, Odiano. En een beautiful finish voor Evelyn Stevens. Evelyn, nicely done. Phillips in fight to the end. And how about the Italian team today? 12-3. Prima, Marianne Vos, seconda, 15 seconden. Op het moment dat ik aanga, dan doet het al heel veel zeer. En dan schakel ik een kantje bij. En dan moet je gaan sprinten tot die bocht. Nou ja, dan ontplof je al boven. En dan moet je weer bijschakelen om dan snelheid te gaan maken. Nou, met twee van de beste renters van de wereld die ook niet stilzitten natuurlijk. Dus, maar ja, als je weet dat de regenboogtrui op de streep ligt, dan ga je wel door. In first place, winner of the gold medal and the rainbow jersey as the world champion Marianne Vos of the Netherlands. Ja, uiteindelijk heb ik me heel rustig kunnen rouwen met behulp van mijn ploeggenoten. En eigenlijk gaat er ook de grote dank naar hun uit. Want, ik hoefde pas eigenlijk te werken vanaf het moment dat ik aanging op de Via Salvati.